Hallo Coco, hier Pierke van Gent. Toujours tevreden, altijd content. Het Pierke van het spelletje van folklore. Ja, lang geleden ben ik geboren en getogen aan de Maai. Maar, al sinds 1962, woon ik hier op het zolderke van het museetje aan de Kroonlaai. Het museetje van folklore, gelijk dan ze vroeger zeiden. Hier is nu al die jaren maar een thuis in thuis van alleen. Maar niet alleen op het zolderke. U koopt schuurste koerken van Gent, komen groet en kleiner maakkaken, beste ganse feesten. Hoeveel meebees en pepees, papa's en babas, van mijn kleine vriendjes, zo'n er hier niet zelf op de bankjes gezeten hebben. Trouwens, op al die jaren zijn er al te vreemde peuperspelers aan mijn kuurdekes gesnukt, waarvan Guustje en Mark de Paard het meest aantal jaren. Nu draait een spelletje op een groep amateurpeuperspelers. Heila, gemotiveerde vrijwilligers, hè, die ervoor zorgen dat dat stukje stadspatrimonium hier levendig blijft. Ah ja, ook volgens de traditie heb hier altijd een snoepmadam gehad. Maar nu is dat geen madame niet meer, nee, maar een snoepjes meneer. En noemt meneer Brown. En iedereen zegt Charlie tegen hem, verstoord het? Charlie Brown. Ja. Ben ik hier nu aan het liegen dan er de stukken eraf liegen? Of vertaal ik de waarheid? Succes en salut met de paraplu.